Hey, hebben die nou een goede oefenperiode gedraaid daar? Ja, denk het wel. MVV heeft veel jonge spelers natuurlijk, hè, die nog niet zo heel vaak op trainingskamp zijn geweest. Maar je merkt niks van promotiestress. Al gaat het daar natuurlijk wel veel over. Gaat MVV promoveren? Maar de trainer, daar heb je dan in dat geval een goede aan. Maurice Verberne. Die heeft een hele goede sfeer gecreëerd. Ook toen ik hem vroeg naar het volgende, zag je toch een ontspannen Verberne. Toen hij vertrok met zijn team, toen zei hij op Instagram, ja, we gaan naar Turkije. En toen reageerde oud-ploeggenoot Raymond Attenveld met de mededeling, ja, jij gaat vast en zeker alleen voor de kebab. Dus ik vroeg aan Verberne hoe dat precies zat. Ja. Ik heb met Raymond gevoetbald bij Den Haag en vond hij nog wel eens dat ik een ander gewicht had dat nodig moest hebben. Nou ja, en dat vond ik hem wel overdreven, maar ja, dat bleef wel een beetje hangen alsof ik altijd maar veel en lekker at. Ja, en daar word je dan nu nog even aan herinnerd. Ja, maar goed, ik heb wel een hele fijne periode met hem gehad en ook wel veel van hem geleerd. En dat is ook wel wederzijds respect en ja, hij heeft af en toe... Ja, Raymond zit ook wel af en toe met cynische opmerkingen en een beetje geinen met elkaar. Dus. Maar ik vond het wel leuk dat hij weer reageerde. Want hij heeft daarna ook wel gereageerd dat hij wel trots was op hetgeen wat ik nou, waar we mee bezig zijn. Dus dat vond ik wel leuk en fijn om te horen van hem dan.